Met 27 tegen en 12 voor werd de motie van de oppositie, de zogenoemde motie Gayadin en anderen, verworpen. De strekking van deze motie was dat corruptie en criminaliteit hoogtij vieren, waardoor er geen ontwikkeling voor het volk tot stand komt. In de motie geeft Gayadin ook antwoord op wat de president had aangehaald, namelijk dat hij zonder medeweten van de partijleiding een gesprek met hem wilde hebben. Deo Sharman gaf tijdens een stemmotivering aan dat het parlement voor deze motie moet stemmen, omdat de president had aangegeven dat hij de stijging van de wisselkoers niet zou aankunnen, omdat er krachten achter zitten die hij niet begrijpt. En zelf de partijsecretaris erbij was. Let wel, op aanvraag van de president als overgebracht door zijn vriend. De president weet dat wij niet hebben willen inspelen op zijn wens om verdeeldheid binnen de VHP te brengen, voorzitter. Ik zal het hierbij laten wat dit geval betreft, voorzitter, omdat het veel zegt over de karakter van de president. We weten dat mensen die kritiek hebben gehad op het beleid van deze president in het verleden en het niet meer kunnen navertellen, wordt gezien als de zwarte bladzijden in de historie van Suriname. En de president geeft het aan dat hij niet te oud is om te leren. Niet alleen onze geschriften, maar ook de historie leert dat onrecht nooit zal overwinnen over oprechtheid en eerlijkheid. President, time will tell. Anyway, woorden van gelijke strekking. Waar het om gaat, mevrouw de voorzitter, dat er zoveel maatregelen zijn aangekondigd dat het volk niet meer aan kan. Dat het monetair en fiscaal beleid dermate verzwarend is als last voor die samenleving, dat die samenleving het niet meer aan kan. En daarom roepen wij het hele parlement kamerbreed om voor te stemmen voor deze motie. Dank u wel. Voorzitter, ik wil weten of deze motie van de VHP-fractie komt of het van de indiener zelf is, voorzitter. Voorzitter, deze motie ademt gewoon de geest van de toespraak die gehouden is door de indiener van deze motie, voorzitter. Ja, u moet uw stem motiveren. Zijn toespraak was meer een toespraak door spect van beledigingen, respectloosheid naar het instituut van de president. En voorzitter, dat maakt dat deze motie gekwalificeerd kan worden als een waardeloze motie, inhoudloos, gevuld met halve waarheden en hele leugens. Voorzitter, ik ga u zeggen waarom. Hij keurt het beleid van de regering af en roept tevens op dat de regering duurzaam beleid moet ontwikkelen met dit huidige geleend budget. Voorzitter, deze motie is gewoon rijp voor de prullenbak. De parlementariërs Sylvana Afonsua en Sharman tijdens de stemmotivering. Eerder was de motie van de coalitie met 27 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. De motie werd gepresenteerd door Roselli Cotino. Als fractie besluiten we de regering op te roepen om haar sociaal beleid te continueren en uit te voeren in deze moeilijke tijden, ten einde de samenleving en alle Surinamers naar het beoogde ontwikkelingsniveau te brengen. We besluiten de regering aan te sporen om het uitgestippelde beleid voor het dienstjaar 2017 correct uit te voeren, met de nodige transparantie, ondersteund door maatregelen en de noodzakelijke wet en regelgeving voor preventie van corruptie. We besluiten de regering te vragen de gemeenschap constant rechtstreeks op begrijpelijke wijze te informeren ten aanzien van 's lands economische financiële situatie. Voorzitter, de fractie besluit op de regering een dringend beroep te doen, bijzondere aandacht te besteden aan het beleid ter bestrijding van de criminaliteit, het terugdringen van woningnood en het scheppen van werkgelegenheid door bevorderen van ondernemerschap en productie.
De coalitie gaf met deze motie goedkeuring aan het door de regering gepresenteerde beleid. Voorzitter Jenny Simons riep de regering op goede nota te nemen van de motie die door het parlement is aangenomen. Ook in de moties die zijn verworpen zitten volgens haar zaken waarnaar de regering moet kijken. President Desi Bouterse gaf aan dat de regering er zeker naar zal kijken, omdat het belangrijk is dat er samen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het land.